Terry Middels, nummer 1462, met een uitzending voor vandaag 6 november 2018. Dit is het bulletin van dinsdag. Vandaag begin ik met wat informatie, vervolgens deel 5 van de serie over vossenjagen en dan weer een deel over geheime elektronica. Allereerst Slow Scan Radio van morgen. Morgen is de uitzending zo goed als zeker, want het staat nog niet helemaal vast. Om 20:30 lokale tijd, dus dat is 19:30 UTC. 20:30, het oude tijdstip, maar het is wel een uur later omdat het inmiddels wintertijd is. En dat is dan zowel op 6070 als op 7440 kHz. De komende 2 weken is dat. Dus op 2 frequenties tegelijk. De tweede is 7440 kHz. Waarschijnlijk komt die wat verder en is het in Nederland misschien wat minder goed te ontvangen. Maar ik ben wel benieuwd naar de resultaten. Mocht het overigens zo slecht blijven werken als de afgelopen 2 weken, dan wil ik voor de winterperiode een tijdstip overdag gaan kiezen. Dit is deel 5 over de serie over vossenjagen, of van de serie over vossenjagen. Ik had het gisteren al over de verschillende ontvangertypen. Ik heb zelf vrijwel uitsluitend ervaring met jachten op 2 meter, zowel met jagen als met organiseren. Ik heb meestal gepeild met een vosjachtontvanger die in de jaren 80 door de afdeling Amersfoort als bouwpakket is uitgebracht en die deels in groepsverband is gebouwd. Ik heb die van mij wel zelf thuis gebouwd. Een tamelijk rechtuit ontwerp, super heterodyne zonder poespas. Ik weet niet meer zeker of die 1 of 2 middenfrequenten was, maar dat moet haast wel 10,7 en 4,55 geweest zijn. Verder ontbreekt alle luxe, een AGC zit er ook niet in en de ontvanger die werkt in AM. Er zitten 2 knoppen op en verder geen poeha. De ene knop is een volumeregeling voor de koptelefoon en de andere is een HF-verzwakkersregeling. Die laatste die draait dus steeds verder dicht naarmate je dichter bij de vos komt. Een gecalibreerde frequentieinstelling of een S-meter of een gecalibreerde HF-instelling, HF-niveau-instelling, die is niet aanwezig, die ontbreekt gewoon. Als je echter in donker tussen struikgewas doorloopt, dan heb je ook veel meer aan een akoestische sterkteweergave dan eentje met een S-meter. En die HF-regeling die is zo ook heel praktisch. De bedoeling is dat je steeds dichter naar de vos toe gaat en je knijpt het HF dus steeds verder dicht. Moet je de HF-instelling verder openzetten, dan gaat er waarschijnlijk iets niet goed of de vos verdwijnt voor waar je zit achter een obstakel. Want als je steeds dichterbij komt, dan moet die dus gewoon steeds verder dichtgedraaid worden, die HF-kane, omdat het signaal steeds sterker wordt. En in van de vorige afleveringen vertelde ik overigens wat over het ontstaan en de historie van de vossenjachten. Ik ga daar nu nog even op door en waarschijnlijk later ook nog wel. In de jaren 50 ontstonden in Denemarken en Engeland de eerste gemeenschappelijke regels voor vossenjachten. De eerste Europese kampioenschappen die werden gehouden in 1961 in Zweden bij Stockholm. In de jaren 60 waren er nog 4 internationale wedstrijden in vossenjagen en in de jaren 70 nog 3. Een beetje karig dus. Het eerste wereldkampioenschap werd in 1980 in Polen gehouden. In totaal deden daar 11 Europese en Aziatische landen mee. Sinds 1984 werd er om het jaar in alle even jaartallen een wereldkampioenschap gehouden. Behalve het kampioenschap van 1996 dat een jaar later in 1997 werd gehouden. Amerikaanse teams die raakten geïnteresseerd in de jaren 90. Pas in de laatste jaren begint in de VS de belangstelling voor vossenjagen flink toe te nemen. In het jaar 2000 deden in China teams mee uit in totaal 26 landen al. Dat was tevens het eerste wereldkampioenschap dat buiten Europa werd gehouden. In de jaren 60 en 70 hadden alle landen zo'n beetje hun eigen regels voor vossenjachten opgesteld. Als ik vanuit mijn eigen persoonlijke ervaring spreek, deden wij zelf in het begin maar wat aan. Bij de eerste jacht die ik samen met PNL-KEL organiseerde, bedachten gewoon zelf de regels. En we vonden het oneerlijk dat de jacht alleen met de auto gedaan werd. Je kon daarom dus ook op de fiets en lopend meedoen. Mensen op de fiets en met de auto kregen handicappunten om voor het verschil in snelheid te compenseren. Bij de eerste jacht die we organiseerden was er echter maar 1 deelnemer die lopend meedeed. Volgens mij niet eentje op de fiets en verder 20 met de auto of 22 of zo. Ik herinner me nog de naam van de eerste wandelaar, dat was de heer Dorsman. Een paar jaar later slaagde hij voor zijn PR3-call. Bij zijn deelname kwam meteen een groot nadeel van het lopend meedoen aan de jacht met ook auto's aan het licht. Als je met de auto verkeerd rijdt, nou dan rij je gewoon weer terug. Dorsman was er echter vast van overtuigd dat de vos in Soesterberg moest zitten, 12 kilometer vanaf het startpunt, en hij zette het op een lopen die kant uit. Hij was daardoor niet bij de prijsuitreiking, maar liet na de jacht heel laat 's avonds nog wel weten dat hij het goed maakte.
In het afdelingsblad met de aankondiging van de volgende vossenjacht stond er een spotplaatje getekend door de XYL van panel KEL van een man met een lange baard en lang haar met als onderschrift: de heer Dorsman zoekt nog steeds. Spreekt voor zich dat we al snel de mogelijkheid om op de fiets of lopend mee te doen uit onze reglementen schrapten. Vandaag deel 6 uit de serie over geheime elektronica. Gisteren was een vraag of de geallieerden ook encryptieapparatuur hadden, of dat alleen met talen van bijvoorbeeld oorspronkelijke inwoners van de VS gedaan werd. De geallieerden hadden zeker ook zulke machines. De Engelsen gebruikten bijvoorbeeld sinds 1937 de T-Pex, een apparaat dat overigens grotendeels gebaseerd was op de commerciële Enigma van de Duitsers. De Amerikanen gebruikten tussen het begin van de Tweede Wereldoorlog en de jaren 50 een apparaat dat Sigaba genoemd werd, officiële naam ECM Mark II. Het was een geavanceerd apparaat. Het is zelfs zo goed als zeker dat de code van het apparaat nooit gekraakt is, althans er zijn geen voorbeelden van in de openbaarheid gekomen. Dit kan ook zijn doordat andere partijen mogelijk niet zoveel energie in het decoderen ervan staken, zoals de Polen en later de Britten dat in Bletchley Park deden. Het is echter, zoals ik vanochtend ook al in een QSO stelde, noodzakelijk om deze serie in te perken. Deze afleveringen gaan over geheime elektronica, niet alleen gebruikt in situaties waar de Enigma gebruikt werd, maar ook bijvoorbeeld bedrijfsspionage en bij detectivewerk door particuliere opsporers. Het is in deze korte afleveringen onmogelijk om compleet te zijn. Sterker nog, dat zou ook heel saai zijn om alles in zo'n geval te moeten aanhoren. Deze serie pakte om verschillende redenen een aantal aansprekende voorbeelden uit. Enigma wordt bijvoorbeeld genomen omdat gedacht wordt dat dit voor de tijd waarin het speelde een van de krachtigste coderingswijzen was. En daarnaast spreekt het tot de verbeelding dat deze communicatie er niettemin de meeste tijd kon worden meegelezen. In deel 5 werd beschreven hoe door een verandering aan Enigma op het moment dat Duitsland een aantal landen binnenviel, de zogenaamde Sigalsky Sheets om de dagsleutel te voorspellen niet meer werkte. Men moest vertrouwen op sommige instructies voor Enigma die nogal nonchalant waren opgesteld en op fouten in het gebruik door degene die met de apparaten omgingen. Zaken zoals tekortkomingen waar de codebrekers veel aan hadden waren de volgende. De codebrekers in Polen kregen de beschikking over een traininghandboek van de vroege Enigma, waarin een voorbeeld stond van de originele tekst en dezelfde tekst gecodeerd met daarbij de gebruikte sleutel. Radziewski kreeg het boekwerkje in december 1932 en vertelde daar later over dat het zijn werk had vergemakkelijkt. Het herhaald gebruik maken van dezelfde sleutel van de berichten zorgde ervoor dat Radziewski de manier van bedraden van de Enigma tussen 1932 en 1940 wist te achterhalen. Het steeds weer herhalen van dezelfde uitdrukkingen in de berichten. De meeste berichten begonnen bijvoorbeeld met de drie hoofdletters A en X met een spatie erachter. Dat betekende destijds in het Duits ter attentie van. Dat was voor de codebrekers in Polen en later in Bletchley Park een goed uitgangspunt. Het gebruik van voor de hand liggende sleutels, bijvoorbeeld met drie keer achter elkaar dezelfde letter, of het gebruik van drie naast elkaar liggende toetsen op het Enigma-toetsenbord, achter elkaar, onder elkaar of diagonaal in de sleutel, dat was voor de codebrekers ook zeer behulpzaam. Ook gebeurde vaak dat bij meerdere berichten achter elkaar als sleutel voor het volgende bericht de stand van de cilinders als eindresultaat van het voorgaande bericht gebruikt werd, in plaats van een geheel nieuwe sleutel. Een andere is dat eind jaren 30 het aantal verschillende cilinders werd vergroot naar 5 en voor de marineversie van de Enigma zelfs tot 8. In het apparaat bleven 3 cilinders zitten. De bedoeling was om uit de 5 of 8 beschikbare cilinders er steeds 3 andere te kiezen. Veel gebruikers van Enigma lieten altijd dezelfde 3 cilinders in hun Enigma zitten. Het niet inpluggen van alle 20 verbindingskabels, maar bijvoorbeeld slechts 6 van de verbindingen waarbij er 14 ongebruikt bleven, was weer een andere. Na 1939 kreeg Enigma meer aansluitkabels en werd deze gewoonte losgelaten. Na de zeg maar Poolse periode ontdekten de Britten ook meerdere van dit soort dingen, zoals de praktijk om identieke of bijna identieke berichten opnieuw uit te zenden via een ander versleutelingssysteem. De Duitsers hadden ook andere versleutelingssystemen. Sommige daarvan die konden in Bletchley Park handmatig door 1 persoon worden gedecodeerd. Het kwam voor dat een bericht zowel met deze lage versleuteling als via Enigma werd uitgezonden, wat dan weer een prima uitgangspunt bood om ook andere berichten met Enigma te kunnen decoderen. Bij sommige netwerken met Enigma's met meer cilinders dan de 3 die in het apparaat pasten, was het de opdracht dat het verplicht was om altijd alle cilinders te vervangen en er nooit eentje opnieuw te gebruiken die er al in gezeten had. Dit vergemakkelijkte het achterhalen van de sleutel flink. Deze laatste fout wordt ook nu nog vaak gemaakt als bedrijven of instanties eisen aan de gebruikte wachtwoorden stellen, zoals bijvoorbeeld een minimaal enkele hoofdletters of minimaal enkele cijfers, minimaal enkele leestekens in het wachtwoord.
Dit vergemakkelijkt het achterhalen van een wachtwoord door hackers aanzienlijk, doordat zulke eisen het aantal mogelijke wachtwoorden beperkt en patronen genereert die in combinatie met andere manieren het aantal mogelijke wachtwoorden nog verder kan beperken. Zoals het verplicht ieder jaar een nieuw wachtwoord kiezen, vergemakkelijkt het achterhalen van het wachtwoord. Dit gebeurt uiteraard net als bij Enigma ook als gebruikers een makkelijker te raden wachtwoord kiezen. Bij Enigma was het alsmaar herhaald gebruiken van steeds dezelfde sleutel een uitermate slecht idee. Maar aan de andere kant, dus ook het verbieden om dezelfde sleutel te herhalen, perkte het aantal mogelijke codes in. Nog een voorbeeld uit deze categorie is dat het bij de Duitse Luftwaffe verboden was om de ingestoken kabels bij de naastliggende letter in het alfabet in te steken. In de praktijk bleken de gebruikers van Enigma vaak de cilinders maar een paar posities te verschuiven bij de keuze van een nieuwe sleutel, in plaats van willekeurige posities te kiezen. In Bletchley Park veronderstelde men dat dit gebeurde en dat bleek inderdaad het geval. Een van de grote tekortkomingen van het systeem van Enigma tegenover latere systemen was dat als je een letter A intikte, dat dat in de resulterende code alle letters van het alfabet kon opleveren behalve de letter A zelf. Mavis Lever, de briljante studenten die inmiddels deel uitmaakte van het team in Bletchley Park, vertelde dat ze leerde op te letten op ongebruikelijke zaken in de tekst. Zo kreeg ze eens een bericht onder ogen dat later door een collega getypt bleek te zijn. Nadat ze het bestudeerd had, merkte ze op dat er in de gehele gecodeerde tekst niet eenmaal de letter L voorkwam. Het bleek dus een bericht te zijn dat door een verveelde collega na een sigaret voor de grap ingetikt was, uitsluitend bestaand uit de meest rechtse letter van het Enigma-toetsenbord, de letter L. Met een bericht als dit kon, als je dit eenmaal doorhad, vervolgens direct de bedrading die bij het bericht gebruikt was worden achterhaald. Debriefings van Duitse cryptografie-specialisten die werden uitgevoerd na de oorlog wezen uit dat de Duitsers zich wel ervan bewust waren dat Enigma theoretisch kon worden gekraakt. Ze waren echter in de stellige overtuiging dat dat alleen brute force kon en dat zoiets in de praktijk niet te doen was omdat het te veel tijd en te veel mensen per bericht zou kosten om het uit te voeren. Hoewel de Duitsers tot op het allerlaatste moment in de oorlog verbeteringen aan Enigma uitvoerden, waren ze allemaal in de stellige overtuiging dat het systeem onbreekbaar was. En dat laatste verklaart ook de slordigheden waarmee ze het kraken van de code voor de geallieerden zo veel makkelijker maakten. Zonder die slordigheden was het, zoals ik eerder al zei, hoogstwaarschijnlijk niet eens mogelijk geweest om Enigma te kraken. Van Enigma afgeleid is de Russische encryptiemachine Fialka. Net als bij Enigma bestaan daar verschillende varianten van, zeg maar generaties, die naarmate de tijd vorderde het systeem alsmaar geavanceerder maakten. De M125 Fialka werd vanaf het midden van de jaren 50 in de Sovjet-Unie geproduceerd. De Fialka is vele jaren gebruikt. Eind jaren 60 werd de Fialka M125-3 uitgebracht, een sterk uitgebreide variant. De Fialka werd in aangepaste versies ook geproduceerd voor de satellietstaten in het Oostblok. Belangrijk verschil tussen de eerste Fialka's en de laatste Enigma's waren er twee. Waar Enigma met drie cilinders ruim 17.500 mogelijkheden voor de gebruikte sleutel had, beschikte de eerste Fialka al over 10 cilinders, waarbij het aantal mogelijke sleutels bijna 600 miljard bedroeg. Het tweede verschil is dat de cilinders niet, zoals bij Enigma, 26 posities hadden, maar omdat het in Rusland gebruikte Cyrillisch alfabet met alle varianten uit 30 letters bestaat, telkens 30 posities. De volgende keer gaan we nog wat verder in op deze Fialka. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. En microfoon naar retour.